Zijn we weer? Laatste stukje van vandaag, denk ik. Ja. Ja, want wat gaan we doen? Naar het theater. Naar het theater van? Guus en Gelien. Guus en? Gelien. Heet dat zo? Gelien, ja. Gelien, oh. Gelien. Oh, nou, oké. En dat wordt wel leuk. Ja. Zullen papa een beetje, zorg dat papa een beetje oplet. Papa, ja, Jelle, papa Jelle dan? Nou, jij kan ook wel goed hoor. Nee, ik hou de telefoon aan de kant. Wat was er dan met papa Jelle de vorige keer? Vertel eens even. Mijn vader die... aan Nederland. Mijn vader die zat op de telefoon. En ze wisten niet of iemand eerlijk was of niet. Toen hebben ze het aan mijn vader gezegd. En toen zeiden ze, hij heeft één vader kan het eerlijk weten, want die zit op zijn telefoon. Toen zei ze, hij is nog steeds niet door. En daarna heb ik het nog gekeerd. Hij heeft echt nog steeds niet door. Toen kikte mijn moeder en aan. Toen zei hij, nou, ik weet het echt niet. En hij was een beetje verlegen toen. Zelfs, hij zat gewoon niet op te letten. Ja, en toen moest hij vertellen wie het was. En toen zei hij, ik heb eigenlijk niet opgelet. En toen kwam ik aan toe en ik zei, ja, ze heeft een haak. Goed, even voor je ook. Nou, we gaan nou naar binnen. Ja. Tot zo. Tot zo. Zo, laten we even zien wat we hebben voor kaarten, jongens. Wat gaan we doen? Eén. En hoeveel prijzen gaan we binnenhalen hier vandaag? Twee. Tien. Nou, succes. Succes. Ja, lekker met wat heb je, Gijs, jongen? Heb je de hoofdprijs? Gijs, laat het even zien. Had jij goed geloot? Wauw. Ik heb hier een boekje, jongens. En op het boekje staat, Lies? Op het oppad met Tip de Koe. Tip de Koe. Hugo, maak eens even open. Olaf, maak eens even open. Er staat het een en ander in. De eerste bladzijde. Deze is even voor je. Hallo allemaal. Ik ben Stip de Koe. Ik heet niet echt Stip hoor. Dus de vingertjes wrijven? Goed zo. Dan moet je ruiken. Nou, geef het maar aan Olaf, aan Lies. Dan mag je het ruiken. Ruik maar je vingers, Emma. Marjolein. Emma, ruik maar je vingers. Waar ruikt dit naar? Oh, dat hebben we de ranger. Weet jij waar het ruikt? Een beetje nieuw blaadje, ze geuren er een beetje vanaf. Een blaadje. Bloemen. Deze blaadje? Ja. Een lolly. Ja, maar wat voor smaak lolly dan? Citroen. Zo ruikt het wel. Ja, citroen. Hé, Lies had het goed. Citroen. Ruiken. Goed wrijven en dan ruiken.
proeven. Heel klein laagje. Heel klein laagje, jongens. Oh-oh. Nou, pak een tegel. Ja, ik ben heel lekker, Gijs? Ik smaak gewoon hetzelfde. Ja, ze smaakt gewoon hetzelfde. Heel klein laagje, Liz. Zit er wat in? Emma, is gewoon melk. Gewoon melk. Jij bent het altijd melk. Dat drinkt. Dat drinkt maar, hè. Gewoon melk. Dat is gewoon normale melk. Dat is gewoon normale melk. Chocomel. Hoe doe je dat zo? Moet je eerst melk erin doen? Kijk, heb hier een lepeltje met cacao. Eerst cacao. Zo, en dan even goed roeren. Eerst cacao. Hoeveel heb je erin zitten? Moet je de melk alsjeblieft? Ja, eerst melk, ja. Mag ik ook een beetje chocolade? Cacao. Nog even goed roeren, hè? Niet veel, het moet een heel klein beetje, hoor. Yummy, yummy. Oh, jij gaat wel een bingo meedoen. Dus als wij bingo gaan doen, kun jij denken, wat dan? Een medaille. Een medaille, waar heb je die voor verdiend? Voor allemaal om Skip te helpen en allemaal dingen doen en proeven ook. Cool, even dichtbij laten zien. Ja. En lekker snoepjes. Goed gedaan. Hey Emma, ga je niet het water in? Is het te koud? Oh, gezellig. Is.
Hey Suus, gaan we pannenkoekje eten? Suus? Ja! Pannenkoekje eten? Komt-ie. Komt-ie. Lekker hè? Ja! Oh, lekker hè? Daar houden we van pannenkoekjes. Ja. We hebben het potje laten staan, dan weet je er ook pannenkoeken mee. Hè Suus? Ja. Hallo. Kijk eens, er komt onze brood eraan. Zie je dat? Wat gaan we doen vandaag? Waarin leidt de weg? Dag brodder. Hoi. Waarin leidt de weg? Waarin gaan we naartoe vandaag? Weet u niet? Zal ik het verklappen? We gaan naar Hardenberg. En bij Hardenberg gaan we de fietsroute doen. En dat heet volgens mij de Jochemroute. Ja? Een historische route. Kijk eens, daar zitten ze op het bankje. Waar we een jaar op drie vliegtuigen ook gezeten hebben. Wat hebben we? Kibbeling! Kibbeling, hè? Auw, heet! Lekker! Heet. Precies. Is het lekker, Emma? Heerlijk! Voor jou is het heel lang geleden dat je... Voor de eerste keer volgens mij, of niet? Kibbelingetjes. Nee, bij Pippeloentje wel eens, hè, Emma? Wel eens gegeten. Nee? Cola. Maar smaakt goed, jongens. Ja, is goed. Lekker gezinszak. Heerlijk, kibbelingetjes. Heerlijk. Nou, lekker, jongens. Hey. Zullen we ook een vlogje maken als Linda een hapje proeft? Ja! Linda staat op een afstandje, want ik vind het niet zo lekker ruiken. Nee, dat is niet lekker aan de migranenbiscuitjes, hè? Papa! Ja, veel beter. Papa! Zo, we hebben de mensen geloosd. Die fietsen de tokjes. We moeten toch de brug op. Doe kerel. Ja, we zitten daar, maar je mag storen hoor. Oh, ja, de uil die eet gewoon een muis, eet er gewoon in zijn geheel op, hè? En alle bordjes en haartjes spuugt hij weer uit. Dan gaan jullie die allemaal uitpluizen. Kijk eens eventjes jongens, de waterexcursie. Hebben we wat gevonden?
Ja? Waar ben je nou op zoek dan? Naar diertjes. Krokodillen? Bijvoorbeeld. Die werden gewoon op de rug meegenomen. Om te voorkomen dat de varkens gingen schreeuwen, werd een bek ingesmeerd met groene zeep. Een erg effectief middel. Ah, dat zie je echt, toch? De varkens waren vervolgens zo druk met het schoonmaken van hun bek, dat ze de hele weg geen kick gaven. Er waren echte volken... Kijk eens eventjes. Hey, kijk eens even deze kant. We zitten hier op de grens. Het is een grenspaal. Kijk maar. Ik ben in Duitsland. Nederland. Hugo, spring jij eens even naar Duitsland. Hier, even van Duitsland naar Nederland. Hoppa. Naar Duitsland. Lies, kun je ook naar Duitsland springen? Lies, kan je ook naar Duitsland springen? Wij zijn in Duitsland. Lies, wij zijn in Duitsland. Kun jij ook? Deze mensen zijn in Duitsland. Zo, we zijn weer even terug voor een update voor onze vlog. Of iets, Brotte? Ja. Waar bevinden we ons ondertussen? In Duitsland. Klopt dat, Lies? Ja. Lies? Hallo? Ja, ze is hier. En we hebben al wat kenmerken van Duitsland gevonden. Waar kunnen we zien dat we echt ons in Duitsland bevinden? Nou, we zagen net... Oh, komt de auto aan. Gaan we fiets weer door. Ja? We zagen net windmolens, maar die zijn in Nederland al zijn heel wit. Maar dat was ook wit, maar er zat een rood streepje tussen. Zien we die mensen? De windmolen zitten rode streepjes. En hier, als we hier omhoog kijken... Kijk of hier zo. Kun je het zien, mensen? Stroomkabeltjes. Ja, ja. Kijk eens, stroomkabeltjes door de lucht, hè? Ja. Hier ook paaltjes met allemaal stroom. Duitse borden. Duitse borden. Ja. Dat zie je ook wel een beetje. Met Duits eten erop, hè? Oh nee. Dat zie je ook wel een beetje aan de huizen. Je zit ook een beetje aan de huizen, ja. S'avonds de sloom. Ja. Wij maken nog steeds de tempo bepalen, we zien dat. Daarachter zitten de andere mensen. En de andere papa's en mama's. Wij hebben kilometer. Wij hebben de jongste benen. Precies, wij rijden even een stukje vooruit. Ik kijk even op mijn horloge. Bijna 15 kilometer hebben we afgelegd van de 20, 22 kilometer. Dus het gaat de goede kant op. Ja? Hoeveel kilometer nu nog? Ja, ga ik zo meteen even uitrekenen. Oké. Doei doei! 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 Nou mensen, we kijken even op de teller. Het zijn er 36 kilometertjes, jongen, vandaag. Ja. En we rijden Gramsberg in. Ja. Een paar verwaarde gezichtjes daar. Hey. Voor Hugo de Pikkel. 36 kilometer zelf getrapt, zonder te klagen, of niet, beste man? Ja. Lekker Gijs. Ja. Een beetje een probleem, want Suus die... Gijs eet, ze schiet niet op met zijn eten. En Suus hier heeft honger, hè, Suus? Toch, Suus? Die? Zo. Mond open. De woordje gaat gewoon open voor de tweede portie. Nog één, Suus? Nog één? Nog een portie? Zo. Zit. Ja. Is het een Suus? Een Suus? Oh, lekker hè. Heerlijk. Lekker hè. Ik vind dit donut lekker, Suus. Lekker eten. Lekker eten, hè, Suus? Alleen, we hebben geen... Ja, doe maar. Nee. We moeten ook wel goed worden. We moeten in de ruimte geld inzamelen bij de boeren. Dit moet hij dan weer aan de bisschop van Utrecht geven. Maar Rudolf vindt dit onzin. De boeren hebben helemaal geen geld. Ze hebben zelfs nauwelijks te eten. Rudolf betaalt dus niks aan de bisschop. En dan vindt de bisschop... Goed worden een lesje te leren. Zo, Ola. En ging niet alleen... Nee hoor, hij nam een heel leger mee. Samen zouden ze Rudolf en die domme Drentse boeren in Hilbert dus flink aanpakken. Het leger en de Drenthe onder leiding van ridder Rudolf van Coevorden. Olaf, wat staat hier? Wat moet je even staan? Nee, Emma, laat liggen. Keurig, Olaf. Terugleggen. Jongens, dit is een monument, hè? Monument van Rudolf. Van Rudolf, ja, respect, Lies. Je hoort respect uit van Rudolf. Dat hoort. Ja, Gijs had deze trein weggetrokken. Zo, hey mensen. Kijk, hebben we iedereen in beeld? Emma, Olaf, Hugo, Lies. Gijs. Hey, I do. Hoe is het, jongens? Hebben jullie je eigen barbecue
kleedje. Wat hebben we allemaal gehad? Kipnugget, stroopkot, groenten en dat was het. Kipnugget? Lekker man. En wat gaan we nog meer eten dan? Hebben we alles al gehad of gaan we nog andere dingetjes eten? Wat dan? Stroopboot hebben we nog een plek! Ik denk dat we misschien wel kipnuggets misschien of nog wat... Heb je al bestelling geplaatst bij de bakkers? Heb je al een bestelling geplaatst? Of niet? We gaan het wel zien wat er voorbij komt. Wat ben jij aan het maken? Zand. Zand? Water met zand door elkaar. Een soort van moddersoepje. Pannenkoeken. Met pannenkoekenmeel. Met pannenkoekenmeel, lekker man. Oh, de best brouwseltjes zie ik al. Wat is dat? Kan je daar niet tegen kietelen? Wat is dat? Kan je daar niet tegen kietelen? Kan je nog niet tegen kietelen, zus? Kan je daar niet tegen kietelen? Wat kan je niet... Zo, goedemorgen allen. Piraten. Schip Ahoy. We schrijven vandaag maandag 20 juli, de laatste dag van de vakantie. Wat gaan wij doen? Piratenpad lopen. Het piratenpad lopen. Nou, dat is niet te zien hè mensen. Wat zit er in jullie tas? Een boekje. Een boekje. Een verrekijker. Een verrekijker. Op het achterblad is waarschijnlijk de route. Ja. Geeft die maar papa. Nee. Oh. Een ring. Een piratenring. Wat nog meer? Een ooglappie. En een tattoo. Tattoo. En ook nog een echte piratentas. Ja. Is er een land in zicht? Ja. Nou, zullen we maar gaan lopen? Naar beneden. Ja, klik. Mooi. Duimpjes omhoog. Even zwaaien.